middag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video hier op Reis tot de Berg. Ben je met Lucas? Nou, hoe vaak ben je nou al niet bij mij? Ja, moet je uit. Ik sta weer op de kermis hier in Osnabrück dit keer. Ja. We zijn verdwaald en we komen niet tegen. Nee. Dit is de herfstjaarmarkt kermis in Osnabrück met een paar mooie toppers. Je ziet hem in de achtergrond misschien al staan. Die gaan we zo uitgebreid behandelen. Ik wens jullie heel veel kijkers hier. Nou goed, de eerste zaak die je tegenkomt is gelijk een groot vermaakzaakje. Het is de breakdancer maar even van Welte. Een breakdancer gebouwd bij Hus. En zo komen we eindelijk eens een keer tegen de topspin nummer 2 van Luca. Een Hus topspin nummer 2. Ja, ik kom eigenlijk nooit een topspin tegen. Laatst was vorig jaar een uur en toen heb ik hem niet eens gedaan. Vandaag gaan we er veranderingen brengen en we gaan instappen. En zo komen we dus een bekende tegen. De heer zit ik zichzelf als Huidema. Laatst gezien de kermis in Breda. Ja, dat in Duitsland. Ja, het is een beetje een sfeerloze kutlocatie eigenlijk, maar het aanbod is wel goed. Kijk, zo kom je nooit een Twister tegen nu al de tweede Duitse kermis oprijden. Twister van Deurenkamp. Lucas is lui. Lucas! Lui hond. Make it meer bier. Ja. Lucas. Hi. Lekker krombaggetje. Proost, man. Lucas. Ja. Zullen we in het reuzenrad van Hans zijn? Lijkt me een goed idee. Oh, mij niet, maar zullen we het maar doen? Ja. Oké, okay, let's go. Lucas. Ja. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het geweldig. Oh, ik haat reuzenraden. Dit is één ding wat ik wel leuk vind aan de kermis. Ja, daarom doe ik het. Omdat ik gewoon met jou ergens in wil. Kijk, leuke kaartjes. Ja. Oh, ik vind het helemaal niks. Oh, wat erg. Ik vind het geweldig. Jouw probleem. Mijn mond dicht. Leuk. Dat is wel leuk. Ik nee, vind het leuk. Ja, daar doe ik het voor. De Muziek Express Disco. Jetzt geht's rund, jetzt geht's rund.
Zullen we het eens proberen, hè? Ja. Nou, ik heb er al 2 euro in gegooid buiten de camera om. Hoe dan? 2 euro! Ik weet het niet. Hoe dan? Nou, wil jij ook? Ja, ik wil ook. En daar is hij weer, dames en heren, de commander van Hansstein, laatst gezien op de Galliemarkt in Leer. Het is een Mondial Shake R5 en we gaan een rondje meedoen. En ik kreeg er ook een best wel hele slechte rit in, vond ik zelf. Ik heb geen enkel oprol gemaakt, ik heb meebewogen. Heeft iemand tips om beter te rollen of zo? Laat even weten in de comments, want mij lukt het gewoon niet. Mijn houtscooter mag op de kermis niet inbreken. Hier hebben we de Speed XXL. De Speed Drive XXL moet ik zeggen. Jullie konden net een oude bekende zien, maar hier zien we weer een oude bekende. De Airborne van Ordeman. Laatst gezien op de kermis in Alkmaar. Het is een KMG Speed 32. En dat maakt de hoogste booster ter wereld samen met zijn soortgenoten. Magic House als loopspook slash funhouse hier dan. En daar heb je Lucas staan. Ja, leuke zweefmolletje. Mag op de kermis niet ontbreken. In Duitsland, niet in Nederland, ontbreekt dat vaak wel. Wat ik jammer vind, want molletjes zoals dit vind ik hartstikke mooi. Muziek Express, Power Express van Welte. We zijn de bocht nog niet om en de volgende autosoorten staat al klaar hier. Dit is een supercars. Ik had net die andere autoscooter al, maar daar staat de volgende alweer. Er zijn hier totaal 3. Maar daar komen we straks pas. Ja, ballen gooien, opengegooid uit Nederland, ook in Duitsland. Ik gooi ook graag met mijn ballen. Oké dan. Ja, het is wellicht tijd om een inversion op mijn kanaal te zien. Wellicht. Het mocht even duren. Dingen hebben momenteel een beetje ja, pannen. Ik had heel graag het ruimte op beeld willen hebben, maar ik denk niet dat het erin zit. Er zit niemand in de beugels en dicht en personeel is heen en weer aan het lopen. Dus ik denk niet dat heel veel gaat gebeuren. Dus wij gaan gewoon mooi door. Nou ja, Racing Car van Tovardam als laatste, maar wel de derde autoscooter. Ik vind het een beetje overdreven. En ze komen weer bij het begin van de kermis. En dat betekent? Dat betekent dat dit het einde is van deze video. Vond je een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Dag Lucas. Dag. Wat vond je ervan? Ja, het is leuk in elkaar gezet. Het lijkt een beetje op Hilversum, maar dan net een slagje groter. Zo, ja, het is ook op een plein. Marktplein is het. Het is wel heel veel groter. Ja, 2-3 keer zo groot. Maar het heeft hetzelfde gevoel. Ja. Nou, ik vond dat ook wel. Het is mooi opgesteld en ik vind de locatie gewoon kut. Heel eerlijk gezegd. Ja, locatie is kut. Maar qua aanbod, mooi lijstje, zeker.
We pakken nu weer zo'n stomme step terug naar het station en gaan lekker naar huis. Geen stomme step, dat is leuk. Ja, dat is wel waar. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Wow. Abonneer op dit kanaal voor een volgende video. We zien jullie wel bij de volgende. Welke dat wordt, weet ik niet. Ja, weet ik allemaal, zeg ik lekker niet. Maso! Leuk dat je hebt gekeken naar deze video van Ruitcontrole.nl. Abonneer je hieronder op dit kanaal, dan zie ik jullie bij de volgende kermisreview.